ben de emeritus bisschop van 's-Hertogenbosch, bisschop Hurkmans. En toen ik met emeritaat ben gegaan, ben ik een maand daarna naar Rome vertrokken. En hier ben ik nu in mijn derde jaar als rector van de Friese Kerk. En de Friese Kerk is een kerk in de nabijheid van de Sint-Pieter, op een steenworp afstand van het graf van de heilige Petrus. En die kerk is op een immens belangrijke manier met Nederland verbonden. Deze kerk heeft een hele lange geschiedenis en juist ook een hele lange geschiedenis die er is tussen Rome en Nederland. Want de Frisonen die hebben in de oudheid de paus geholpen om te vechten tegen de Saracenen. En de Frisonen, dat waren niet alleen de mensen uit de provincie Friesland, maar waren mensen die woonden aan de Noordzee. En hier is nu de Nederlandse kerk, de kerk voor de Nederlanders in Rome. Maar de Frisonen kregen in Rome ook een eigen schola. En een schola, dat was een ommuurde plaats waar de pelgrims veilig konden blijven. En in die ommuurde plaats was een herberg, er was een waterput, een tuintje, er was een kapel en er was ook zelfs een kerkhof. Een rector is altijd de toezichthouder op het geheel. En in ons geval is het ook zo dat ik normaalwijze voorga in de eucharistie. We hebben eigenlijk best een grote bekendheid in Nederland, doordat wij ook ieder jaar een tv-mis hebben vanuit Rome naar Nederland. Veel mensen kennen ons en veel mensen willen graag meemaken als ze zondags hier zijn om hier de mis mee te maken. Deze eerste kerk die hier gestaan heeft, die is in 1040 ongeveer verwoest. En deze kerk is herbouwd in 1150. Je zou niet zeggen dat deze kerk zo oud is, maar dat komt omdat die in 1750 een heel nieuw interieur heeft gekregen. Maar toen waren de Nederlanders hier al lang weg, want vanaf 1400... In 1381 is de Santa Maria dell'Anima gesticht. Dat is een kerk vlakbij het Piazza Navona. En in die kerk ligt Adrianus VI, de enige Nederlandse paus, begraven. En de Nederlanders die gingen dus naar de stad, naar die kerk toe. En omdat ze hier weggingen, zei de paus rond 1600, de Nederlanders mogen de kerk niet meer gebruiken. Maar in 1989 hebben wij deze kerk weer terug in gebruik mogen nemen. En deze kerk in het lichaam van uw zoon en in zijn bloed van u gezegend zullen zijn, vol van genade. Het is heel bijzonder om hier kerk te zijn, of om hier een onderdeel van de kerk te zijn, omdat je heel dicht tegen het graf van Petrus aan zit. De apostel die het fundament is van de kerk. En doordat we een kerk van heel de wereld zijn, is het toch ook belangrijk dat we een centrum hebben. En als we in het centrum aanwezig zijn als Nederlanders, dat is niet onbelangrijk. Een ets van Escher, dat was een Fries. En die was hier in de tijd dat ze dat Sint-Pietersplein en die via de Conciliazione aan het maken waren. En ze waren bang dat deze kerk afgebroken zou worden. Ze moesten een heilige trap maken van de paus. En deze kerk was daar uitstekend geschikt voor, want die is tegen een heuvel aangebouwd. Net iets hoger gelegen, 33 treden van de straat af. De toren staat ook op de wereldmonumentenlijst van UNESCO. Daar zie je ook nog iets van de daklijsten, iets van de oude Romaanse boogjes. Maar dit is
Een heel mooi plekje om de toren te zien. Hier kun je iets vertellen van het verrijderen. Langzaam, stap voor stap, totdat je bij Jezus bent, totdat je bij het Jodendom bent. En dat is allemaal zichtbaar, dat is allemaal herkenbaar voor mensen. Ze weten dat, ze verwonderen er zich over. En het is mijn ervaring dat als je hier woont en werkt en hier alles ziet en opsnuift, dat je eigenlijk veel dichter bij de Heer komt, bij Jezus zoals hij mens geworden is in Jeruzalem, in het Heilig Land, in Bethlehem geboren, in Jeruzalem gestorven. Heel dichtbij komt dat. Ook omdat de graven van de Paulus en Petrus hier zijn, de apostelen zijn hier.